In Seamine ging de familiedag door. Het is de bedoeling om families met kleuters en jonge kinderen op een speelse wijze met kunst te laten kennismaken. Het motto is kijken en doen, spelen en ontdekken. Kunstenaar Joris van Oosterwijk had succes met zijn stamping project. Hij maakt levensgrote afdrukken van de kinderen, maar ook van de volwassenen. De deelnemers krijgen oude kleren aan en kunnen zich nadien zelfs douchen, wat soms wel nodig is. Hier kunnen kinderen, geholpen door papa's en mama's, een indianentent maken en ze ook versieren. De allerkleinste worden met muziek in contact gebracht. Rond 11 uur konden de aanwezigen aanschuiven aan de Holala brunch. In de namiddag waren er nog tal van leuke activiteiten te beleven.